Welkom bij deze uitlegvideo over de degressieve afschrijvingsmethoden. In deze uitlegvideo worden de volgende afschrijvingsmethoden behandeld: de sum of the years digits methode, de boekwaardemethode en de afschrijving op basis van gebruik. Wat was nou ook alweer een afschrijving? Afschrijving is de waardevermindering van vaste activa. Bijvoorbeeld een machine in je bedrijf wordt elk jaar iets minder waard. Dat houdt in dat de boekwaarde op de balans elk jaar met het bedrag van de afschrijving afneemt. Er zijn verschillende afschrijvingsmethoden en een bedrijf dient er eentje van op te nemen. Een lineaire afschrijvingsmethode: er wordt elk jaar hetzelfde bedrag afgeschreven. Daar is een andere uitlegvideo over. Een degressieve afschrijvingsmethode houdt in dat de afschrijvingen afnemen. In de beginjaren zijn ze dan ook hoger dan in de latere jaren. En die degressieve afschrijvingsmethoden worden in deze video besproken. De eerste methode die we bespreken is de sum of the years digits methode. De jaarlijkse afschrijving wordt bepaald door een afnemende wegingsfactor, namelijk de resterende levensduur in jaren. Dat kunnen we het beste toelichten aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel dat de aanschafwaarde van een machine 120.000 euro bedraagt en de restwaarde is 20.000 euro. Economische levensduur is 4 jaar. Eerst gaan we de sum of the years, oftewel de som van de wegingsfactoren, gaan we bepalen. De economische levensduur is 4 jaar, dus het eerste jaar gaat er nog 4 jaar mee, het tweede jaar nog 3 jaar, het derde jaar nog 2 jaar en het vierde jaar nog 1 jaar. Tellen we die bij elkaar op, komen we uit op een wegingsfactor van 10. De aanschafwaarde min de restwaarde is 100.000 euro, dus de afschrijving in het eerste jaar is 4 tiende. Waarom 4 tiende? De machine gaat nog 4 jaar mee. 4 van de 10 jaar keer 100.000 euro is 40.000 euro. Dus in het eerste jaar bedraagt de afschrijving 40.000 euro. De afschrijving in het tweede jaar is dan 3, want in het tweede jaar gaat de machine nog 3 jaar mee, namelijk het tweede, derde en het vierde jaar, dus 3. 3 tiende keer 100.000 euro is 30.000 euro en zo verder. We zien dan ook dat we hier te maken hebben met een degressieve afschrijvingsmethode, want in de beginjaren is de afschrijving hoger dan in de latere jaren. Grafisch ziet dat er als volgt uit. In het eerste jaar een afschrijving van 40.000 euro, in het tweede jaar 30.000, het derde jaar 20.000 en het vierde jaar 10.000. Oftewel een afnemende lijn, dus degressief. De tweede methode die we behandelen is de boekwaardemethode. Bij de boekwaardemethode wordt er afgeschreven met een vast percentage van de boekwaarde van de vaste activa aan het begin van het jaar. Dat percentage wordt door het bedrijf zelf bepaald. De restwaarde wordt hierin niet meegenomen, omdat het telkens gaat over de boekwaarde, dus de actuele waarde van in dit geval de machine. Als we even uitgaan van dezelfde gegevens als bij de voorgaande opgave, dan kun je ook beter het verschil zien. De aanschafwaarde is weer 120.000 euro, de restwaarde 20.000 en de economische levensduur is 4 jaar. En in dit geval heeft het bedrijf ervoor gekozen om af te schrijven met 50% per jaar. Dat houdt in dat aan het begin de boekwaarde 120.000 euro is en de afschrijving in het eerste jaar is 50% van de boekwaarde aan het begin van het jaar. Dus 50% van 120.000 is 60.000 euro. Dat houdt in dat na 1 jaar dat de machine nog een waarde heeft van 120.000 min 60.000 is 60.000 euro. In het tweede jaar wordt er weer 50% afgeschreven. 50% van de waarde van de machine aan het begin van het jaar. Aan het begin was die dus nog 60.000 euro waard van het tweede jaar. Afschrijving 50%, dus 30.000 euro. Dan is de boekwaarde aan het einde van het tweede jaar 30.000 euro. Dus ook aan het begin van het derde jaar. In het derde jaar wordt weer 50% afgeschreven. 50% van 30.000 is een afschrijving van 15.000 euro in het derde jaar. Dan is de boekwaarde aan het eind van het derde jaar 15.000 euro
en dus ook aan het begin van het vierde jaar. In het vierde jaar wordt 50% van 15.000 euro nog afgeschreven, dus 7.500 euro. Bij deze boekwaardemethode kan het voorkomen dat de totale afschrijvingen hoger zijn dan de waarde van de machine. En dat heeft ermee te maken dat er een percentage wordt gekozen. Hier zien we een grafische weergave van de afschrijvingen in ons gekozen voorbeeld. Het eerste jaar 60.000, het tweede jaar 30.000, het derde jaar 15.000 en het vierde jaar 7.500 euro. De laatste methode die we behandelen is op basis van gebruik. In dit geval weet het bedrijf of heeft het bedrijf een goede indicatie van hoeveel producten ze met de machine gaan produceren. We gaan even weer uit van dezelfde gegevens. De aanschafwaarde 120.000 euro, de restwaarde 20.000 euro en de economische levensduur is 4 jaar. In het eerste jaar worden er 22.500 producten geproduceerd, tweede jaar 15.000, derde jaar 10.000 en het vierde en laatste jaar 2.500 producten. Dat maakt een totaal van 50.000 producten. De aanschafwaarde minder restwaarde is 100.000 euro. Dus er moet in totaal 100.000 euro via de afschrijvingen worden terugverdiend. De afschrijving in jaar 1. 22.500 producten worden er gemaakt van de in totaal 50.000 producten. Dus 22.500 gedeeld door 50.000 keer 100.000 euro is 45.000 euro aan afschrijving. In het tweede jaar 15.000 producten gedeeld door 50.000 keer 100.000 euro is 30.000 euro. In het derde jaar een afschrijving van 10.000 gedeeld door 50.000 keer 100.000 euro is 20.000 euro. En in het vierde jaar 2.500 gedeeld door 50.000 keer 100.000 is 5.000. En als we de afschrijvingen bij elkaar optellen, vormt dat precies de 100.000 euro die moet worden terugverdiend voor deze machine. Hier zien we de afschrijvingen verdeeld over de jaren nog eens terug in de grafiek. Van 45.000 euro in jaar 1 tot 5.000 euro in jaar 4. De afschrijvingen nemen weer af, dus wederom een degressieve afschrijvingsmethode. Hey, bedankt voor het kijken en het luisteren. Heb je nou nog meer uitleg nodig over andere onderwerpen? Kijk dan even op mijn YouTube kanaal of ga naar www.uitlegeconomie.nl voor allerlei uitlegvideo's over finance, economie, bedrijfseconomie, economisch rekenen, zowel voor HAVO, VWO als het HBO. Hey, succes!